De dag van geklank, juich uit volle borst. En zie uit naar de bazuin, die wordt voortgebracht door God. Welzaligheid die dat geluid kent, ja wee, zij zullen wandelen in het licht uws aanschijns. In uw naam juichen zij de ganse dag. En door uw gerechtigheid zullen zij verhoogd worden. Wanneer die dag komt, dat weet geen mens. Maar waar het om draait, is dat mens zijn stem herkent. Die juichen met Gods naam op hun lippen, zullen in deze dag grote vreugde vinden. De dag van geklank, gedenkt dat tezamen. Toen Mozes en het volk onderweg waren, geschiedde het op de derde dag toen het morgen werd. Toen de bliksem en de zware wolk waren op de berg. En een zeer sterk bazuin geschal, zodat heel het volk beefde dat in het kamp was. Jubelen daar, de koning komt. Hoor de bazuin. Jubelen daar, de koning komt. Hoor de bazuin. Naarmate Mozes naderde, werd het geschal zeer sterk. Mozes sprak tot God en God antwoordde hem. Zouden ook wij de bazuin als deze klinkt herkennen? Of dat deze ons in beweging zou brengen? Indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie maakt zich dan voor de strijd gereed? Dus kom samen, repeteer, onderzoek en leer. Bestudeer dan de schriften en bid tot de Heer. Toen de bazuin de eerste keer bij de Sinaï klonk, sloot Yahweh met zijn volk een verbond. De koning komt en de bazuin zal spoedig weer klinken. Wees gereed om hem te ontvangen in uw midden. Bij geroep van een aartsengel zal hij zich openbaren. Bij geklank van de bazuin Gods neerdalen van de hemel. En zij die in hem gestorven zijn, zullen opstaan worden verheerlijkt. En vervolgens ook wij. Jubelen daar, de koning komt. Hoor de bazuin. Jubelen daar. God doet geen ding of hij openbaart zijn geheimen aan zijn knechten, de profeten op aard. Ook Paulus stelt de prijs op dat wij zouden weten welke strijd er voor ons is gestreden. Opdat onze harten getroost en wij in liefde verenigd tot rijkdom en volledig inzicht komen van die ene Yeshua de Messias, in wie alle wijsheid en schatten van kennis verborgen zijn. Jubelen daar, de koning.